Ze hebben me buiten gesloten. Oh, yes. Je moet ze naast elkaar neerleggen. Ja, goed zo. Spaghetti, lust jij? Welkom allemaal weer bij Good Life. We staan vandaag in Zutphen voor Kings en Queens, zoals jullie zien. Dit is een poolcentrum, bowlingcentrum. Maar ze hebben ook iets heel leuks. Ze hebben een city tour. En dat is een soort speurtocht. En die gaan wij vandaag spelen. Ja. Nou, helemaal naar binnen aan kijken, naar het terras. Dat is heel iets vernieuwends. Met de iPad moet je door de stad heen lopen. Moet je puzzels oplossen, raadsels. En dan hoop ik dat Jaden een beetje slim is vandaag. Ben jij slim? Ja. Ja? Trisha ook? Ja. Heb je er zin in? Ja. Nou, ren naar binnen. Gaan we snel naar binnen. Welkom allemaal bij de eerste City Quest hier in Zutphen bij Kings & Queens. Want jullie gaan zo dadelijk de aardman Krenko helpen de magische poorten te sluiten. Want die moeten gesloten worden, want anders komen er allemaal kwaadaardige wezens hier op onze planeet. En dat mag natuurlijk niet. Dus ik heb zo dadelijk jullie hulp nodig om de poorten te gaan sluiten. Want jullie moeten kristallen gaan verzamelen hier in Zutphen. Dus jullie gaan zo dadelijk op pad hier in Zutphen en dan moeten jullie puzzels oplossen. En als jullie de puzzel hebben opgelost, dan krijgen jullie een kristal. Dan moet je dadelijk rustig doorheen gaan kijken, maar het belangrijkste zit hierin. Want hier zitten holopads in. En zo dadelijk moeten jullie met de iPad deze gaan scannen. En dan gebeurt er wat, dan komt Krenko de aardman komt dan naar boven. En dan moeten jullie hem gaan helpen. Maar voordat we gaan beginnen jongens, belangrijk. Wat is jullie teamnaam? Doe maar Good Life, want dat zijn we allemaal. Jullie zijn het pictogrammetje hier. En jullie moeten bewegen naar de kristallen toe. Ben je bij het kristal in de buurt, dan druk je erop en dan staat er speel. Dan druk je daarop en dan vertelt de iPad wat je moet gaan doen. In dit geval moet je een holopad gaan scannen, dus je moet wat gaan scannen. Dat wil nog een beetje jongens? Of geef ons een hint. Dat kan. Alleen dan wil Krenko, zo is hij dan ook alweer, een tip inderdaad, wil hij wel de helft van jullie punten hebben. Oh, maar wat een inhalig mannetje. Altijd bij op wie lijkt hij dan? Maar daar is dan natuurlijk de tast voor, hè? Ja, kom je allemaal tegelijk vingertje erbij en dan gaan we aftellen. 3, 2, 1, starten maar. Bij de auto die eerste opdracht? Ja. Nee. Nou, dan moeten we dan even vragen aan Jason, want die heeft de tablet in zijn hand. Gaan we goed? Ja, we zien daar het kristal al. Je hebt dus van deze city tour, zoals het heet, twee versies. Een kinderversie en een volwassen versie. Wij spelen de kinderversie. En hier is de eerste locatie waar we de eerste opdracht moeten vervullen. Jullie hadden het al gezien, dames en heren. Even vergeten te zeggen, Esther is er ook bij, dames en heren. Gezellig. Ja, wat is de opdracht? Ja, de eerste kristal in bakje holopad uit je action pack staat. Dan moet je pakken, ja. Wat zei je verder wat je moest doen? Wie maakt hem wakker? Ik wakker worden. Kijk, wordt hij wakker. Zie je dat? Dat is de aardmannetje. Kan je me zien? Genoeg gepraat. Op naar de kristallen. Hebben jullie begrepen? Ja. Hebben jullie gehoord? Ja. Anders wil ik je filmpje nog een keer afspelen. Ja, dat ging een harde brommer voor. Je hebt gehoord? Oké, mooi. Dan mag jij zelf wat gaan doen. We moeten wel even opletten op het verkeer, hè? Dus we gaan niet onnodig op de weg lopen en we kijken uit voor auto's. Ja, dan moet je hierop openen, zo. Als er niks gebeurt, is hij niet goed. Dan moet je de andere pakken. Dan nee, moet je is deze... niet goed. Nee. Oh, jawel. Ah, dat is hem. Maak hem maar weer wakker. Laat mij de weg naar het volgende kristal tonen. Bijna. Ik denk dat we Esther het water in moeten duwen. Ik denk dat jij het water in gaat duwen. Ik denk dat het water is. Ja, wacht. Spring je niet naar beneden? Oh nee, valt mee. Wees snel en sluit de poort zodat de zonnestralen niet vervagen. Snappen jullie het nog? Nee. Om het kristal te bemachtigen moeten jullie de kaarten in de juiste volgorde van links naar rechts. Tik hem aan, ouwe. Inderdaad, we hebben de oplossing. Ja. Alleen ik ga die niet met jullie delen, want als jullie dit spel ook willen gaan spelen hier in Zutphen, in Veenendaal of in Assen, want daar is dit spelletje allemaal te spelen, ga ik de oplossing niet zeggen, want dat zou niet leuk zijn. Want dan kan je gewoon deze video kijken en alle oplossingen doen. Je moet er zelf achter zien te komen, maar leuke puzzel. We hebben het gedaan, we gaan naar de volgende. In. Daar komt de tas weer. Yes. Wat hebben we allemaal nodig? In pakje holopad uit je action pack. Oké, holopad weer. Dan gaan we weer scannen. We komen er echt niet uit, maar we kunnen het aardmannetje wel om een hint vragen. Het gaat ons wel punten kosten. Dat is een beetje jammer.
Maar ja, we weten het echt gewoon niet. Dus ik vraag hem om een hint. Jullie vinden puzzelstukjes in jullie action pack. Leg de puzzelstukjes in elkaar en bekijk hem via de iPad van de camera. Dus we moeten in de action pack moeten we puzzelstukjes hebben. Ja, je moet een cirkel maken. Oh, yes. Je moet ze naast elkaar neerleggen. Ja, goed zo. Dit lijkt er nog meer op. Nee. Ja, dit is wel een goed stukje, dat eerste stukje. Wacht. Je hebt er nog een stukje aan je knie, hè? Heb je nog niet gebruikt? Ja. Nee. Nee. Oké. Okay. Dat zal stukje zijn, ja. Ja. Kijk eens, juist. Ja. Juist. Met een beetje hulp van het team is het gelukt. Goed zo, dat is teamwork. Mag jij hem scannen, want er komt er waarschijnlijk wat uit. Ik zie een schatkist. Klik eens op die schatkist, dan gaat hij open. We beginnen met de blauwe bij deze opdracht. Hij ligt te slapen. Maak hem wakker, Jayden. Maak hem wakker. Hoor je hem? Klik hem op het scherm. Je moet op dat ding drukken. La 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 la. Ja, het is chickie dans, hè? Chickie dans. De vogeltjes dans. Niks is beter als een gezellig dansje om enthousiast te worden. Je bent er bijna. Dus laten we doorgaan en de laatste raadsels oplossen. Dat is wel leuk gedaan. We komen langs de kinderboerderij. Het is een leuke route die we lopen. Heb je een holopet nodig, Jelicia? Ja. Oké, dan pak mijn holopet. We gaan kijken welke het nu weer doet. Ik denk die houten, want die hebben we al een tijdje niet gebruikt. Is dat er niet? Is dat er niet? Nee, kijk maar. Oh, dat is jammer. Dan moeten we andere proberen. Ja, de kist. Ja, oh, een kist weer. R-C-B-D-A. Dan denk ik dat we dat wiel nodig hebben uit jouw tas, Jayden. Ja, de A. Ja. De A, dan moet je eigenlijk altijd een naam erbij noemen. De A van Anton, zeggen we dan. Want dan weet je precies wat je bedoelt. Soms lijken letters wel eens op elkaar. Arbei, net, maar dan de A voor A. Ja, A voor Arbei, ja, dat kan. Maar dan noemen we de A, hè. De grote mensen noemen de A de A. Kijk, hier staan twee pijlen, dus daar moet je het in doen. En dan staat waarschijnlijk ergens anders. Of hij gaat dan open, dat zou misschien ook kunnen, dat er misschien iets in zit. Oh, ja, zegt dat erg. Wat is de code? D. C. Jawel. Nee. Moet je even goed zoeken. Ik denk dat ik hier verkeerd mee zit, want we hebben een paar codes geprobeerd, het heeft niet gewerkt. Ik denk dat we ergens anders moeten gaan zoeken, want ja, er zijn wel heel veel codes om te proberen, dus we moeten even kijken. Zie je daar die schroefje? Ik heb al één schroefje losgemaakt, maak jij de volgende schroefjes los? Nee, die zet je strak. Kijk. Nee. En nou hebben we denk ik de oplossing. Helemaal verkeerd te zoeken, maar we hebben hem. We hebben de kristal! Yeah. 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 Drie sterren, goed zo. Maar die staat niet open. Nee, daar zaten we helemaal verkeerd mee. Hij zat eigenlijk in en de tablet zat de oplossing. Maar we hebben hem opgelost. Met al moeite. Yes! We hebben er vier. Welke kant op moet de chef? Die kant. Die kant. Oké, dan gaan we die kant op. Nee, die kant. Jij zegt die kant? Deze kant. Oh, die kant. Oh, ik dacht die kant. Hou jij niet van rolstoelrally dan? Nee. Mooi hè jongens? Ja. Dat zijn oude stadsmuren van Zutphen. Vroeger, toen was de stad alleen maar achter de muren. En dan was een hele grote muur om de stad heen gebouwd om de vijanden buiten de stad te houden. Als ze dan werden aangevallen, konden ze allemaal de stad intrekken. En dan konden ze achter die muren konden ze zich verschuilen. En dan kon je door die gaten, kon je de vijand kon je schieten. En weet je wat voor is aan die kleine gaatjes? Net als bij een kasteel. Net als bij een kasteel, dat is het ook een beetje. Dan kun je de vijand heel makkelijk raken, maar de vijand kan jou heel moeilijk raken, want je moet precies door het gaatje heen kunnen schieten. Ja. Mooi hè? Maar ik denk dat die ook ergens moeten zijn voor de kristal. Ja, dat dacht ik wel. Het is een mooie locatie hier. En de volgende rally, daar gaat hij. Remmen, 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 remmen. Zie je, kijk eens jonkies. Ja. Wat leuk. Van die pluizenbolletjes. Ja, wat leuk. Hoe zullen ze smaken? We moeten een beetje uit de beeld blijven, want ze hebben baby's. En dan moeten we een beetje uit de beeld blijven, anders volgen ze boos en kunnen ze pikken. Nee, klopt ja. Jawel, kunnen ze heel venijnig worden. En zeker bij zwanen moet je echt uit de buurt blijven, die kunnen je echt heel hard slaan. Nu moeten we wel dat ding pakken wat we net hadden, met al die cijfertjes. Bij deze hebben we die wel nodig. Een rond ding uit je action pack. Nou, vind maar een rond ding uit je action pack. Nou, Jay, die zit helemaal in je action pack. Hé, hey, hier is hij. Kijk, een rond ding, zo'n bolletje. Ja, dankjewel. Deze. Maar kijk, je hebt daar VH. Ik denk dat er deze nodig zijn. Die is ook rond. Ja, die is ook rond. Dat is ook wat letters. Oh ja, die zou het ook kunnen zijn. Even kijken, hoeveel letters heb je daar? Stond er niet bij van de grote wijzers? Draaien veel grote wijzers. Ja, de wijzers. Ja, nee, daar heb je gelijk. Dan moeten we die gebruiken, de klok. Ik heb hem. Heb jij hem? Ja. Mooi, we gaan hem niet verraden.
doen we liever in de tas. Dan moeten mensen maar zelf gaan spelen hier. Ja. We gaan naar de volgende opdracht. Ja, yeah, de laatste. Nou, kom maar. Waar moeten we heen? Daar. Daar? Oh, daar. Oké, dan gaan we daarheen. Nooit geweten dat Zutphen zo'n oud historisch centrum was, jongens. Cultuurbarbaren. Nee, ik heb het echt nooit geweten. Nee. Dat verbaast me. Ik vind het echt mooi zo. Ik kan er zelfs een op volgens mij. Er staat mijn reding op. Nou ja, het is jammer dat Jen ik ook vanaf die hoor. Hey, Trisha. Ja? Kijk daar dan. Kijk daar dan. Waar? Hier, paaltje. Stop! Oh, muurtje. Ja. Esther, kijk daar dan. Autootje. Hier. Kijk daar dan. Een paaltje. Twee jongens, samen team. Ja. Papa is geen team meer. Oh, papa was niet meer bij. Nee. Ze hebben me buiten gesloten. Aanstaande man. Hier, muurtje. Je moet wat iets uit die tas pakken. De iPad, die heb je in je hand. Hartstikke idee, zo. Legendarische kristallenbol. Je moet, dat moet je lezen, dat stukje tekst. En dan moet je weten over wie het gaat. Ja, dat was goed, dat was goed. Slimme Rick, juist. Van rechts en links lezen, inderdaad. Lees het maar voor. Moet ik het voorlezen? Ja. Want je hebt het wel goed gedaan. Ik ben alleen te zien aan de horizon. Als ik word verlicht door andere lichten, als ik niet verlicht word, ben ik niet te zien. Nou, Rara. Wat ben ik? Wat ben ik? De lamp. Nee. Horizon. Nee. Wat is er aan de horizon? Wat is de horizon eigenlijk? De horizon is als je zeg maar naar zee kijkt, dan houdt het op een gegeven moment houdt het op, dan wordt het licht. Ja, dan heb je lucht en dan heb je water. En dat, die scheidslijn, die lijn, dat is de horizon. Dus dat waar je kunt kijken. Wie wordt verlicht aan de horizon? Zee. Nee. Wat komt elke dag omhoog en omlaag? Oh ja, zon! De zon. En wie verlicht de zon? De maan, de maan. De maan. En wat is dan het antwoord? De maan. De maan. Dat denken wij ook, de maan. Dat denken wij ook. Wie vult hem in? Okay. Goed gedaan! Kristallenpijp. Dat was een goeie. Ja, dat was een goeie, ja. We gaan weer. Zo, daar zijn we weer. Nou, voordat we helemaal naar huis gaan, moet ik nog een balletje gooien hier. Want ze hebben natuurlijk ook nog bowlingbaan, hè. Nou, hoppa. En meteen een strike voor de eerste keer. Hoe is die? 9 kilo. 9 kilo? Nou, daar gaat hij hoor. 9 kilo, dames en heren. In het rond. Oh, hey. Je pakt 10 kilo. Nou, hij ziet alle kanten van de baan die 9 kilo. Ja, Jaden? Netjes hoor. Ja, goeie harde gooi. En eentje. Ja, goed. Ja, netjes. De bruin of kruisschaal. Kattenvlees! Nou, leg hem even aan de kant. Pak daar een nieuwe. Maar je kan ook niet bowlen en eten tegelijk, hè, jong? Ja. Oeh, dat is. Ja, mis toch dat de frituur komt, jong. Moet even blazen van tevoren, hè. 51 plus 1, 2 kerels erbij, maakt samen 53. 58 voor Delicia en 67 voor Jaden, dus wie heeft er gewonnen? Jaden! Heel sportief, heel sportief. Was echt een leuk spelletje, hè? Ja! Ja, en ze hebben het niet alleen hier in Zutphen. Ze hebben het ook in twee andere steden, in Veenendaal en in Assen. Daar hebben ze, net als hier, Kings and Queens, ook poelen, niet bowlen geloof ik bij alle twee. Maar ook gewoon die city tour, die hebben ze bij alle drie de steden. En natuurlijk, iedere city tour is dan anders, omdat je natuurlijk in een andere stad woont. Dus dat is wel leuk. En nogmaals, voor volwassenen kun je het ook spelen. We hadden de kinderversie, die is hier en daar best makkelijk. Maar de volwassenenversie is natuurlijk een stuk lastiger. Heel leuk als je van geocaching houdt, van Pokémon Go houdt en dat soort dingen. Is dit echt leuk, een aanrader om te doen en te spelen. Nou, lieve mensen, zo zijn we in M aangekomen bij Fletcher Hotel bij Zoo. En ik hoef jullie niet te vertellen welke zoo hier ligt. Wildlands natuurlijk in Emmen. We gaan hier even lekker slapen, we gaan hier even eten. En morgen gaan we naar Wildlands toe. We gaan eerst even kijken naar dit hotel, want het is een gloednieuw hotel van Fletcher.
Het ziet er aan de buitenkant al netjes uit. Dus ik ben benieuwd hoe het van binnen eruit ziet. Wat is dat onze kamer? Maar er staan heel wat nummertjes. Oh, 403. Juist. Ja, deze kamer is voor ons. Ja, is dat die kamer? Ja, sterrenheid. Ja, spannend. Oeh. Hier staan drie bedden. Wauw. Wow, hier is een ingeklapte deur. Een ingeklapte deur, ineens een dubbele deur. Dan kan je van twee kamers één kamer maken. Dat doen meerdere hotels, dat is hartstikke slim. Kijk, dan kom je in een andere hotelkamer uit, zie je? Ja. Wat? We hebben één grote familiekamer. Wie is deze dan? Ook van ons. Er is ook nog een deur. Ja. En jullie slapen hier. Dat denk ik. Wacht, hier is iemand op het bed zitten. Hoe pakken? We hebben een bad en een douche. Hé, we hebben niet één bad. Twee, toch? Maar ze hebben ook een mooie regendouche zo te zien. Netjes hoor. Wastafeltje. En een lekker groot bad. Toiletje uiteraard. Hebben we gekeken naar buiten jongens? Zie je dat? Ja. Mooi terrasje beneden, dan gaan we dadelijk even wat eten. En dan kijk je zo Wildlands daarachter, zie je dat? Daar is het dierenpark. Zo dichtbij zitten we bij het dierenpark. Wow. Zie je dat? Ja, gaan we daar morgen heen. Daar gaan we morgen naartoe, hè? En dan hier heb je het winkelcentrum. Ja. Dat ziet er netjes uit, hè? Mooie grote ramen. Waar is speeltoestel? Loop ik even terug naar de andere kamer. Kijk, daar hebben ze eigenlijk twee aparte bedden. En daar hebben ze een bedje bijgezet voor één kindje. En dan kunnen jullie alle drie apart slapen als jullie willen. Jullie hoeven niet bij elkaar. We kijken zo meteen wie waar gaat slapen. Ook hier ben je natuurlijk prachtig uitzicht. Ik ga hier. En hier natuurlijk heb je ook sanitair. Met een toiletje en een grote regendouche. En alleen geen bad, maar niet getreurd. En één bad hebben wij voldoende. Kijk, jullie moeten dit zien. Wauw. Overal gaat de lamp dan aan boven. Ja. Deze kan ook aan. Kijk hoe ver. Kijk, hij kan zo. Dat is niet zo fel. Aan kan heel fel. Ja, maar s'avonds is het fijn als je gaat lezen of zo. Dan kan je niet zo fel zitten. Dan kan je toch mooi lezen. We gaan wat eten, jongens. Kom. Kijk, komen we neer meteen lekker klimmen. Dit is het speeltoestel op het dakterras. Dat is wel fijn dat er zo'n speeltoestel staat. Heb ik even rust. Zijn dit voor papa, mag ik ook een biertje? Nee, jij mag geen biertje. Heb je nou eens goed gezien? Nee. Ik bedoel cola. Ja, nee. Ook geen cola. Ja, sorry. Doe maar frisje of chocomel zo. Nee, ik wil cola. Wat een leuke menukaartjes. En ze hebben niet alleen voor volwassenen, ook voor kinderen. Een kindermenukaart. Grappig. Dus die mag jij er kijken. Kijken wat je wil. Lekker voor erbij. Dit allemaal lusje. Dat allemaal lus jij niet? En hoezo lus je dat allemaal niet? Want daar staat alleen maar dingen bij. Mini broodje met kruidenboter. Hoezo? Soep van het seizoen. Kipcocktail. Spaghetti. Spaghetti lus jij? Spaghetti lus jij? Nee. Nee? Dat vind je allemaal? Oké. Fish and chips. Hoezo? Wat vind je niet lekker aan fish and chips? Nou, dat heb ik nooit geproefd. Dus dan weet je nou of het lekker is of niet? De hamburger staat er ook tussen. Hamburgers. Lus je ook niet? Oké, dan onthoud ik. Dat lust ik wel. Nee, die lust je niet. Je zegt alles wat hier op de kaart stond, dat lust je niet. Dus ook geen hamburger. Maar ik wist niet. Nee, oké, prima. Ik lust mijn hamburgers, maar ik wist niet dat er hamburgers lekkere boerenkool met worst voor jou. Ik ga dat nu bestellen aan de kok. Nee, ik wil een hamburger. Oh, je wilt toch wel van deze kaart? Kijk zo lekker. Een stokjes ossehaas. En mevrouw heeft een hamburger menu. Lekker. Ziet er ook leuk uit. Ja, leuk, hè? Kijk, kinderhamburger menu. Dat is grappig. Schattig hoor. Leuk gemaakt, hè? Saladetje natuurlijk erbij. Ja, Chilice die was lastig. Maar dat hebben we gelukkig hier kunnen oplossen. Voor Chilice hebben we dus twee frikandellen besteld met een broodje. En dan kan zij gewoon dat eten. En dan hebben we niet ieder de strijd van de klassiek niet. Maar wat de boer niet kent, dat eet ze niet. Zo simpel is het bij haar. Het is heel moeilijk om wat erin te krijgen. En op zo'n moment als nu, hier in het hotel, heb ik geen zin om die strijd aan te gaan. Thuis wel, maar hier niet. Die salades die ik naar kijk, zien er ook wel lekker uit. Leuk gedecoreerd, hè? Ook dat, maar ook heel lekker volgens mij. Jongens, eten! Eten! Zo, hamburgertje zit erin, jong. Ja, het komt wel echt lekker. Ja, lekker, hè? Ik vind het ook echt heerlijk. Hey, je kan de zee horen en luisteren. Hoor je? Hoor je de zee? Je kan de zee ook zien, moet je kijken. Oh ja! Nee, moet je kijken. Nee, moet je in dat ear. Moet je zo kijken. Kijk maar. Zo, zo. Ja. Je voelt nu ook de zee. Nee, papa mag nu spelen. Lekker nog een heerlijk toetje. Een chocoladeschip. Ja, lekker hè. En kijk eens hoe mooi dit voor S en mij.
dankjewel. De Sunday Special. De Sunday Special. Kijk, dat ziet er heerlijk uit. Ik zou hem aan deze kant van de tafel zetten zo. Was het lekker of was het lekker? Lekker. Het was heerlijk, hè? Dat dacht ik. Het is inmiddels ook donker geworden, dus het is tijd voor bad. En daarna voor? Bad. Heel goed. Nou, lieve kindjes, slaap lekker. Slaap lekker. En tot morgen. Tot morgen. Dag. Zo, we zijn weer een dagje verder. Voor mij ben je gek op ei, of niet? Je bent ook een ei, hè? Ja, dat klopt. Mijn hoofd tenminste wel. Dat is mijn rand. Zijn het alle hotels uit heel Nederland? Nee, dat zijn alle Fletcher hotels. Mooi, hè? Er zitten een paar leuke zitten er tussen. Amsterdam is bijzonder, met zijn hele grote ronde toren, huizen is apart. Er zitten wel leuke hotelletjes tussen bij de Fletcher. Even kijken, wat hebben ze allemaal? Lekker croissantjes. Van alles. Hij zit ook alweer te snoepen. Heb je dat zelf gesneden? Ja. Wat is te zien? Krenten, brood, kaas, salami, tomaatjes. Natuurlijk jus d'orange. Heb jij er zitten snoepen? Nee, ik zit hier helemaal met chocola. Ik kopeer zout op de... Ja, maar dat is geen zout, schat. Wat dan? Dat is geen zout. Dat is gewoon om de eitjes zacht te laten liggen, zodat ze niet breken. Dat kan niet eten. En wat hebben we hier nog verder? Voor de pannenkoekjes. Beker natuurlijk voor de Engelsen. En hier nog wat voor de yoghurt en zo. Lekker hoor. Een lekker Engels ontbijtje met een Frans vleugje. Wat is dat, jong? Dit is de double bacon broodje. Ja, hey, maar de volgende keer, lieve vriend, ga je wel even bij mij melden. Het is niet nodig om zoveel brood te pakken, want dan ga je niet opeten dit. Jawel. Ja, dat wil ik dan wel zien. We gaan geen goed voedsel verspillen, hè? Ah, ik krijg alleen maar dit stukje. Ik krijg alleen maar dit stukje, maar de rest niet. Nee, dat komt juist. Vonden jullie het gezellig? Ja. Mooi, dan gaan we nu naar het dierenpark toe. Maar dat avontuur gaan jullie de volgende keer zien. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken van deze video. Deel een like als je hem leuk vond en tot de volgende keer. Dit is alweer het einde van deze vlog. Abonneer je nu op dit fantastische kanaal van Koeterlaai. Tot de volgende keer.